Hallo allemaal, leuk om jullie allemaal weer te zien. Waar ik het nu even over wil hebben is het volgende. Ik ben eigenlijk best wel heel erg menselijk, laat ik het zomaar zeggen. Dat is wel even met de deur in huis vallen, hè? Hebben jullie niet gedacht. Ik menselijk, maar ik geef het toe. Ik heb zo mijn zwakheden. En één daarvan is opruimen. Want opruimen betekent wegdoen. Nou heb ik jullie vorige keer ook laten zien dat ik op de zolder een heleboel spulletjes heb. En het lukt me ook nog om dat inderdaad een beetje op te ruimen. Maar het gaat langzaam. Ik moet alles door mijn handen laten gaan. En ja, het is moeilijk. Scheiden doet lijden. En dat geldt voor die spulletjes en mij ook. Maar het moet gebeuren. En ik moet toegeven dat naarmate er meer ruimte komt, mijn hoofd ook wat leger wordt. En het voelt ook wel weer goed aan. Het is nou niet zo dat ik gelijk helemaal de toer ga van ik moet ontspullen. Daar gaat het me niet om. Ik vind het best lekker om dingetjes om me heen te hebben. Maar het is soms wat moeilijk. Wat we altijd al gedaan hebben, en dat is ook een beetje de oorzaak waarom er meer spulletjes in huis stonden dan strikt noodzakelijk. Wij kochten nooit nieuw. We kopen nog steeds niet nieuw. Nou ja, enkel keertje dan. Ik koop bijvoorbeeld wel onderbroeken, die koop ik nieuw. De schoenen, die koop ik nieuw. Dat zijn dingen dat je denkt van, sokken, koop ik nieuw. Heel eerlijk, de meeste kleding koop ik ook wel nieuw. Maar andere dingetjes waarvan je denkt van, nou, er zit niet zo gauw een luchtje aan. Stoelen, tafels. We hebben prachtige kringloopwinkels. We hebben marktplaats. En soms denken we gewoon van, goh, we zijn op iets uitgekeken. Of het voldoet niet meer aan onze verwachtingen. Of het is toch een beetje onhandig in het gebruik. We doen het weg, we geven het weg, we verkopen het voor een prikkie, we brengen het naar de kringloop of we verzetten het op marktplaats en we kopen zelf iets terug. En als dat een beetje lukt, dan proberen we dat een beetje budgetneutraal te doen. Dus zeg maar, alles wat we dan als vervanging binnenhalen, dat mag eigenlijk niet meer kosten dan wat we eruit gooien, zeg maar. Dan is dat leuk. Maar goed, het is wel zoeken en dat kost ook tijd. Er is dan wel iets wat heel moeilijk was. Vorig jaar is onze poes Tika overleden. Nou, dat hebben jullie vast al eerder ook gezien en gehoord in de filmpjes. En Tika lag de laatste dagen lag ze op een rieten mandje. Dat mandje stond altijd bij ons in de hoek van een kamer. En dat mandje, daar hebben we haar de hele tijd zien liggen. Daar heeft ze de laatste uren, nou ja, of een paar uurtjes daar dan, doorgebracht. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Zij heeft erop misschien wel nog gepist. Ik weet het niet. In dat mandje. Het is een soort rieten kistje. Je zal het zo wel zien op de video. Dat zal wel naar de pis gestonken hebben. In ieder geval. We hebben daar een band mee. Dat doe je niet zomaar weg. Dat heeft een herinnering. Maar ja, je gaat ook niet iemand zo'n mandje geven. Want je weet, daar heeft die kat misschien op liggen pissen. Dat geef je niet weg. Maar het heeft toch een herinnering. Nou heeft dat nu bijna een jaar bij ons in de garage gestaan. Omdat ik toch bezig ben met opruimen, mijn zolder en overal in huis waarvan ik maar denk van dat kan weg, dat hebben we echt niet nodig, kwamen ook in de schuur dat mandje weer tegen. Nou ja, Marlette en ik, ja, weet je, we hebben onze herinneringen aan Tika. Dus het is mooi geweest, het mandje moet maar weg. Maar moeilijk is dat wel, moeilijk. En dan heb ik het toch maar over een rieten mandje. Maar goed, wat hebben we gedaan? We hebben in ieder geval de spulletjes die we nog hadden staan, die te groot waren om in de kliko te gooien. Of die speciaal naar het gescheiden afval moesten. Dus de milieustraat, zeg maar. Die hebben we in de auto gegooid en we zijn naar de milieustraat gegaan. Ja, het moeilijkste was toch wel even dat rietenmandje. Dus ja, kijk maar even mee, zou ik zeggen. Bij het kroeghaal.
Daar. Hier voor je. Die speakers die gaan naar de elektronica. Wat hebben we meestal voor rotzooi? Hup, idee. Moet ik even terug naar de andere kant. Toch bizar hoor, als je dan in die bakken kijkt, wat er allemaal nog aan spullen ligt, dan denk je van wow, ik zou het er bijna uithalen. Maar goed, dan haal ik weer allemaal rotzooi in huis en dat is dan precies net niet wat ik wil natuurlijk. Hè. Maar ja, mensen gooien soms dingen weg dat je denkt van, hoe bestaat het, geef het aan een ander. Nou goed. Hoe dan ook, we hadden de smaak toch al een beetje te pakken en we dachten, weet je, we hebben schoon schip gemaakt, we hebben de boel in de milieustraat achtergelaten, we gaan lekker weer naar de tweedehands winkel. We gaan kijken wat we kunnen vinden. Nee. Opschrijven ze netjes. De TL-buis die moet eruit. Die mag apart. We hebben gezocht. We zochten naar onderzetters. Het is gewoon iets heel simpels. We zochten naar, wat hebben we dan meer? Een melkkannetje zochten we. Iets heel simpels. Niet kunnen vinden. Maakt niet uit. Volgende keer. Misschien hebben we dan geluk. Maar het is wel altijd leuk om weer even door zo'n winkel te lopen. En heel eerlijk, ik vind het ook wel mooi. Die circulaire economie, toch? Waarom moet alles maar één keer gebruikt worden? Voor mij hoeft het niet nieuw te zijn. Behalve die onderbroek dan en die sokken en die schoenen. Dat denk ik van... Ooit heb ik één keer... Al jaren geleden hoor, jaren geleden. Heb ik ooit één keer bij een legerdeshelswinkel een kombertje gekocht. Ik ben helemaal geen pakkendrager, maar ik dacht van nou... Colbertje misschien toch wel, hè? Netjes. Kom ik daar in die winkel? Een legerdeshelswinkeltje. Colbertjes genoeg. Geruit, gestreept, niks van mij. Zag ik een mooi, even zwart colbertje. Zal ongetwijfeld wat gedateerd zijn geweest, maar goed, ik heb er geen verstand van. Dus ik dacht, nou, het past. En het lijkt netjes. En het is nog goedkoop ook. In guldens, hè? Nog in guldens. Maar je kent die winkeltjes wel, een beetje smoeselig, donker en misschien zelfs een beetje tactiek, ik weet het niet. Dus ik kwam thuis en in het volle licht, toen zag ik pas wat er aan de hand was. Want nou, daar sta je zo voor de spiegel, hè. Je hebt je colbertje zo en je kijkt even zo en dan denk je van, wat zit daar nou? Hier zo, onder die oksel. Die zaten met al plekken in zich, plekken die liepen dus echt helemaal van de oksel tot bijna daar waar zeg maar de zijkant van het colbertje zo splitje vaak zit, zeg maar. Ja, dat wil je niet natuurlijk, hè. Ik bedoel, het stonk misschien niet, hoor. Maar die vlekken, het idee dat je ergens staat en dat je gewoon lekker ontspannen met je jasje open en al die mensen zien onder al die... Nee, mag. Het wekt geen goede indruk. Dus dat is eigenlijk de laatste keer geweest dat ik ooit tweedehands kleding heb gekocht. Maar goed, andere mensen doen het wel graag. En wie weet, als ik ooit echt iets moois tegenkom. Ugh, onderzoeken. Ugh. Maar goed. Nou... Wat zeg je? Een zielig krukje. Een zielig krukje? Oh, ja. Nee. Die rode stoel? Nee. Wat dan? Het paardje. Oh ja. Oké. Okay. Heb je die gekocht? Waar je hier boven staan? Dat flesjerik. Wat? Is dat cd-rek? Ja, boven heb ik die staan. Boven cd-rek. Ja. Ja, gewoon mijn cd-rek. Ja. Zullen we even naar boven gaan? Die van Volendam. Ons huis bestaat voor een groot deel uit tweedehands spullen. En ja, dat voelt goed. Dan maak je een leuke mix. Je bouwt je huis op, je interieur. En het wordt ook echt van jezelf. We hebben bijvoorbeeld, en dat is ook de reden waarom we naar onderzettertjes zochten. We hebben pas onze tafel weggedaan. Nou ja, hij staat nog in de garage. Onze houten tafel. En ik zal jullie hem ook even laten zien. Deze is het. En die hebben we vervangen door een andere. Ook via Marktplaats. Kost een rabekrats. Maar voor ons is het gewoon een nieuwe tafel. Komt het ook goed uit, hoor. Want een echte nieuwe zouden we ook niet eens kunnen betalen op het ogenblik. En, maar die oude die was een beetje lastig met schoonmaken. En die nieuwe die is gewoon praktischer. En
hij oogt ook een stuk ruimtelijker en een beetje moderner. En weet je, het is gewoon een beetje de lol hebben van kleine dingetjes. Nou, hartstikke mooi. Die circulaire economie, dat is waar het om gaat. Als mensen dat dan gewoon wat vaker zouden doen. Het is niet dat ik de auto met de buurman deel, hoor. Dat doe ik ook niet, want ja, stel je voor, er gebeurt wat. Dat nou niet. Maar waarom zou je niet gewoon elkaars boormachine kunnen lenen? Waarom moeten we allemaal een hoge drukspuit hebben? Ik bedoel, onzin. We hebben er wel allemaal eentje. Ik heb er ook eentje. Maar ik vraag me af of het vervangen gaat worden, dat spul. Ik kan net zo goed bij elkaar wat lenen, toch? En het is veel economischer, veel beter voor het milieu. Maar goed, uiteindelijk was het toch alweer een uitje. Een uitje, leuk zoeken in die tweedehands winkel. Dat vind ik altijd leuk. Al moet ik wel zeggen dat de charme van de echte tweedehands winkel, dus zeg maar uit de tijd dat ik dat fysieke beertje gekocht heb, is al een beetje weg. Want ik vind het ook altijd toch wel leuk om te struinen. Te struinen tussen allerlei rekken en schappen. Dat is er niet meer zo bij. Het is, al die tweedehands winkels die zijn toch ook wel een beetje vercommercialiseerd. Of je nou de Noppers inloopt of je loopt de Zenos. Sorry Zenos, sorry. Maar het lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Het staat keurig uitgestald, mooi hoor, perfect. Ja, een echt koopje. Het is natuurlijk allemaal wel goedkoper, maar een echte ontdekking. Ja, dat doe je niet meer in die winkeltjes. Want die mensen kijken alles na op internet en ze kunnen overal van zien waar het waard is. Nou, dan komt er ook echt wel zo'n prijskaartje bij te staan. Maar het blijft natuurlijk toch steeds leuk en het is nog steeds nuttig om spulletjes een tweede kans te geven. Een letterbak. Een letterbak, oh god ja. Ja, dan heb ik een hoop geld aan troepjes in kwijt hoor. Heb jij nog liggen in de letterbak? De letterbak zelf? Ja, met spulletjes. Nee toch? Waar dan? Zolder? De letterbak zelf? Ja. Oh, ik heb wel letterbak troepies. Nee, ik heb ook mijn. Nou, gaan we het alweer ophangen, de letterbak. Leuk, lekker jaren 70. Is dat ook niet hoor. Nee, het moet wel een stevige lamp zijn, anders dan gooi je de hondjes erom. Voor je moeder een olifantje. Nee, dat masker. Dat masker. Oh, hebben we er van liggen, dat masker? Nee, dat ja. Potten en pannen. Niks, hè? Ja, staat genoeg. Melk op schuim kan niet meer. Ja. Nee, helaas. Dat wilde ik vooral ook even met jullie delen. Wij zijn in ieder geval heel erg blij met onze nieuwe tafel. En pijnlijk moment om dat kistje van, dat gietenkistje van Tika weg te doen. Maar we hebben de herinneringen nog. We hebben de foto's nog. En dat is ook belangrijk. En je kan ook niet alles bewaren. Toch? Ben je het niet mee eens? Dan zou ik zeggen, zeg het me. Laat je reactie achter. Zet je op ideeën. Denk je van nou, bij mij kan ook wel eens een keer de bezem door het huis heen. Mijn zegen heb je. En heb je nou iets wat je niet gebruikt, maar dat je denkt van ik kan een ander groot plezier mee doen. Kijk, dan heb je mij helemaal. Even een idee hoor tussendoor. Want ik krijg van alle praten altijd een droge stort, moet ik zeggen hoor. Ja, of niet. Gewoon recht toe, recht aan spotjes. Geen, recht toe, recht aan spotjes. Ja. Ja, zullen we gaan? Wat voor jou? Als pyjama lijkt me heel mooi. Ik wilde nog iets zeggen. En dat ben ik helemaal vergeten. Hoe kan ik dat nou in vredesnaam vergeten?
Dat is heel belangrijk. Oh ja. De abonnees. Ik heb er weer eentje bij. Ik zit op 40 en we gingen naar de 100 dit jaar. Dus mensen, druk op het abonneeknopje. Abonneeknopje. Maakt niet uit wat staat, druk op het knopje. En abonneer je. En druk ook even op het belletje. Dan krijg je ook een berichtje als er een nieuwe video staat. En voor de rest zou ik zeggen, tot de volgende keer. Toch? Doei allemaal!